Zo merk je maar dat het verschil tussen de Randstad en Brabant heel klein is. Oké, het was tijd voor de hoofdpersoon van deze avond. De opperpater die komt weer op het podium. Ja. Op dit moment. Ja, dit is eigenlijk een heel serieus moment op de avond. Ja, we hebben hier een boekpresentatie vanavond. En toen wij een beetje aan het plannen waren wat we vanavond gingen doen, toen moest ik ineens denken aan de laatste boekpresentatie van Anton Rosenberg. Dat was de presentatie van Samaritaan in Keer Notte, daar was je ook bij, hè? Dat was een buitenhek. Ja. En Samaritaan is trouwens weer genomineerd voor een prijs. Welke prijs, Anton? Ja. De Cutting Edge Prijs. Cutting Edge. België. In Canada. In Canada. Anton Bouwsenberg zit bij de laatste vijf. Hij was de vijfde van de. Hij is vandaag bekendgemaakt dat hij inderdaad bij de laatste selectie AFT had verheiden die. De man van het jaar stopt het erop. Ja, ook nog. Hey, wat gaat het om Anton vanavond? Het gaat om jou. Sport is wel van het jaar staat hier. Ja, hey, Chris. Wat zijn hè? Dat is Ben, hè? Ben, hè? Anton, ja. Het gaat om jou, hè? Ja, het gaat om Oké, dat is kut tegen je. Ja. Dat om jou gaat sowieso meteen ervan merken. Ik mag nog twee nieuwe moppen vertellen. Ja, moetjes. Dadelijk, minimaal. Nu gaat eerst iets moois komen, jongen. Ja. Nee, maar. Nou, ik mag dus ter sprake de boekpresentatie van Anton, Samaritaan. Dat was een gedenkwaardige avond. Zeker. Ik ben er de hele avond bij geweest. En wat mij opviel die avond, was dat Anton in de loop van de avond aan het toemzoenen was. Met zowel mannen als vrouwen. Mm-hmm. En hij heeft die avond getoemzoend met vijf verschillende mensen. Ja. En ik weet niet precies wie dat... Niet zo onverschillig. Ah, oh, dat is waar. Ik weet niet precies wie dat... Jij wordt niet in ieder geval. Ik weet niet precies... Ik weet niet precies... Weet je? Ja. Dan mag drie, hè. Ik weet niet precies wie dat waren, maar... Twee keer, maar... Oké, dat is hier dan. Ik tel hem over één keer. Hè. Ik weet niet precies wie dat waren, maar ik weet wel dat Wilfred van Herwijnen erbij was. Dat komt naar de hand zei dat Wilfred van Herwijnen het lekkerste zoende van allemaal. Ach, kom op, man. Nee, dat was ik. Ik ben de op. Dus ja, ik wil eigenlijk een oproep doen vanavond. Anton die heeft vijf keer gehaald. En ja, ik denk eigenlijk dat de opperpaard vanavond wel boven die vijf uit kan komen. Vijf wat? Vijf keer tongzoenen. Ja, de Kiopie. Zo zat bij hem nog niet. Fresh kiss. Dus ik wil eigenlijk zelf het goede voorbeeld geven. Zijn als die niet boven de vijf uit zou komen. Dus nog vier. Oh. Oké. Okay. Ik ben twee. Ogen dicht, Patten. Oké, we zijn nu bij twee. Nu we toch bezig zijn. Ja, nog twee. Ja, Brunning. Kom op. Ja, Brunning.
Nog eentje, Chris van de Ven. Frank, wil je dat nooit meer doen, die pepermuntjes? Kom op, opa Pater. John neemt het wel even over. Oké, maar ja. Hij stopte zijn hele tong in mijn. Vul maar in. Oké, nu moet je weer iets doen. Ik heb twee dieren. Oké, wacht even. Ja, op een paar staat er op het podium. Hij gaat weer wat moppen doen. Twee nieuwe. En dan daarna is er even ruimte voor verzoek. Hij mag straks muziek nog. En dan na de pauze. Oh ja, sorry. Pauze? Of ja, we moeten iedereen... Nee, eerst...